Wij leggen uit hoe Geberit bijdraagt aan optimale drinkwaterhygiëne. Dit is Max. Hij is sanitair installateur en werkt met Bart aan een project voor een woningbouwvereniging. Bart is verantwoordelijk voor de planning en hij wil voor het gebouw van zijn klant Lisa de beste hygiënische omstandigheden creëren. Tot slot is Lisa als service manager van het gebouw verantwoordelijk voor de hygiëne. Maar daar moeten ze allemaal aan bijdragen. Max en Bart moeten bij de planning en installatie op iets belangrijks letten. Er is bij drinkwatersystemen een risico dat zich in het water bacteriën vormen. Zelfs als de watermaatschappij schoon water levert. In het bijzonder legionelle bacteriën vormen zich in leidingen die zelden worden gebruikt. Legionelle bacteriën zijn een niet te onderschatten bedreiging. Bij gemiddelde temperaturen en stilstand van het water vermenigvuldigen ze zich. En ze kunnen zelfs dodelijk zijn. Ze komen tijdens het douchen via de luchtwegen in het lichaam. Hoe zorgen Max en Bart ervoor dat de legionelle bacteriën zich niet kunnen vermenigvuldigen? Daarvoor moeten ze op een paar punten letten. Zo moet bijvoorbeeld stilstaand water altijd door vers water worden vervangen. In het bijzonder als de aansluiting voor langere tijd niet is gebruikt. Een doorgeluste drinkwaterleiding is de oplossing. Zo blijft het water altijd in beweging. Om te voorkomen dat er vuil in de drinkwaterinstallatie kan komen, moeten alle gebruikte onderdelen worden beschermd. Bijvoorbeeld door doppen op de fittingen en leidingen. Bovendien is een hygiënische eerste vulling belangrijk. De drinkwatersystemen van Geberit voldoen aan alle eisen van Max en Bart. De systemen bieden niet alleen alle componenten met de benodigde keurmerken om hygiënisch ideale drinkwatersystemen te bouwen. Van de technisch adviseurs krijgt u ook de nodige know-how. Een watertemperatuur van 60 graden is ideaal en zorgt ervoor dat de legionella bacteriën geen kans krijgen. En als er een onderbreking in het gebruik is voorzien, kan de hygiënespoeling van Geberit worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het water niet stagneert. Zoals in de vakantiewoningen die Lisa beheert. Lisa is erg tevreden over de prestaties van Max en Bart. Want dankzij hen en Geberit is er in haar woningen geen gevaarlijke legionella en altijd hygiënisch drinkwater.